Ik doe dus altijd die intro's, weet je wel, met iets dat dan weer rijmt. Maar op Instagram zijn er zoveel accounts die uitspraken die ik maak. En ik zeg niet dat ik ze allemaal heb verzonnen, dat zeker niet. Maar wel heel veel van jullie, een aantal die ik dus zelf heb verzonnen. Er zijn heel veel mensen die dat nu in één keer op een meme-account zetten op Instagram. Dat valt mij op. Dat valt mij verdacht erg op. Dus ja, als je er nog meer ziet op Instagram of wat dan ook, tag mij vooral erin. @RaoulJoshua. Ik weet niet waarom ik het schrijf. @RaoulJoshua. En dan kunnen we lachen. Maar welkom bij een nieuwe aflevering van Never Ending Glory. Een blauw duimpje zou ik top vinden. Abonneren zou ik ook fantastisch vinden. Ik pak even de microfoon, want dit is een speciaal moment. Lieve, lieve, lieve mensen. We hebben de afgelopen dagen gelivestreamd. Gisteren 3 uur, eergisteren 3 uur. We hebben 2 hele grote spelers unlocked, dus dat is helemaal top. Maar vooral heel veel mensen die nieuw zijn op het kanaal. 2 keer bijna 600, iets meer bij elkaar, dus 1300 abonnees erbij. Fantastisch, leuk om te zien dat er nog steeds mensen achter het kanaal komen, achter onze Rote Glory komen en dan aanhaken. En daar is het voor. En ongekend, wat hebben wij een goed team. Wat hebben wij nu een goed team. Mensen, als je in de livestream zat of de samenvatting hebt gekeken, dan had je het al kunnen zien. Dit is op dit moment ons team. Wij gebruiken die Quagliarella voor de objective waarin je met een Italiaanse speler moet spelen. Dat gaan we ook vandaag doen. Maar ik denk dat ik in de Weekend League daar Ibrahimovic neer ga zetten. Ja, Ruud Gullit hebben wij een tradable, uiteraard. Die SPC hebben wij voor in totaal 2,6 miljoen was dat gedaan. Gullit hebben wij gedaan voor 3,1 miljoen. Dan kregen we 800k uit terug. Dus dat is 2,3. Nou, in totaal zijn we denk ik rond de 4 miljoen kwijt geweest. Iets minder. Dat betekent dat we nog geld over hadden om Kanté te kopen voor 145k. En Raúl González Blanco voor 1.050.000 bij elkaar, dus 1,2 miljoen, iets in die richting. En dat is fantastisch. We hebben nog nooit zo'n goed team gehad. En ik ben er heel erg blij mee. Ik heb gisteren al 2-3 wedstrijden gespeeld met deze mannen. Oké, guilty. Ik heb niet de eerste wedstrijden vastgelegd op video, want ik was klaar met streamen. Ik was moe, ik had geen zin meer om op te nemen, om zeg maar soort blij te doen voor de camera. Als je wil weten waarom ik daar eventjes geen zin in had, kijk dan even de video die vandaag bij FC Roelenland is gekomen. Daar heb ik 3-4 minuten over. De oorzaak daarvan, verder niks serieus. Nou, is wel een beetje serieus, maar niks om je zorgen over te maken verder. Dus ik dacht, weet je wat, gewoon rustig aan doen en we gaan spelen. We gaan spelen. Met Gullit en Raúl en Quagliarella. Ja jongens, ik vind het echt fantastisch. Ik vind het fantastisch. Ik geef even een fitnesskaartje. En dan kunnen wij doorgaan naar de weekly objective die wij moeten voltooien. Fitnesskaartjes hebben we ook weer bijgekregen door die Icon SPC's. Wat helemaal top is, want daar waren we toch wel veel aan kwijt elke keer. We hebben morgen ook weer de rewards die komen. Dit zijn spelers die we allemaal hebben verkocht. Nadat we dus op het laatst nog Raúl en Kanté wilde kopen. In die stream hebben we dat gedaan, omdat we nu zo'n ontzettend goed team hebben. Heb ik toen eigenlijk mijn hele club doorgespit en nog wat kaarten verkocht hier en daar. En deze hebben wij ook nog allemaal, maar dat stelt niet zo heel veel voor. Wij hebben divisie 1 rank 3 rewards die we morgen krijgen. We gaan dus nog wat spelen, maar ik moet nog maar 2 wedstrijden scoren met een Italiaan. En ik denk dat dat in elke wedstrijd wel gaat lukken. Je hoeft niet per se te winnen, dus dat is top van EA. Dan zijn er ook natuurlijk nog de goud 3 Weekend League rewards. De goud 3 is uiteindelijk de rank die we hebben gehaald, omdat ik ook geen zin had om verder te spelen. Wederom een beetje dezelfde reden als wat ik net wilde zeggen. Die kan je zien in de video op FC Roelie. Dan moeten we dus alleen deze swap deal speler nog 2 wedstrijden met een Italiaan scoren in de Division Rivals. En je hebt bij Squad Battles heb je weer een spelende rewards. Rotenberg, daar moet je weer zilver 3 voor halen. Ja, zilver 3. Dus dat is denk ik iets van 8000 punten. Zal waarschijnlijk iets minder zijn. Moeten we even gaan kijken. Dat zijn er 13 van de 14. En dan, als we dan de laatste doen. Ik denk dat dat een SPC is. Dat weet ik eigenlijk vrij zeker dat het een SPC is. Want ze gaan niet nog een keer op weekly objectives doen. Dat duurt te lang, denk ik. Dat redden ze niet voor het einde van de maand. Dus dat zal de grote kans dat het een SPC wordt. En dan hebben ze allemaal. En dan kunnen we gaan kijken wat we daarmee willen doen. Mijn voorkeur gaat uit naar een base icon pack. Krijg je dus een baby icon. De laagste rated icon kan je dus packen dan. Die hebben alleen niet echt nodig om in een SPC te stoppen nu. Want we hebben niet genoeg munt om nog een Icon SPC op te lossen. Maar we hebben ook die andere spelers niet echt nodig. Je kan die Griezmann kan je voor 12 halen. Douglas Costa kan. Past eventueel in het team. Maar ik ben niet 100% fan van hem. Dus ja, we moeten even gaan kijken. En jullie krijgen er uiteindelijk ook weer een goed zegje in. Dit is een goed team trouwens. Met veel SPC spelers. Oh, en jongens. Ik vind het zo leuk om weer met deze mannen te spelen. Of niet weer. Ik vind het zo leuk om met deze mannen te spelen. Ik heb ook echt zin in de volgende Weekend League. Ik heb daar gewoon oprecht zin in. Omdat het team zo goed is. Daar ben ik waarschijnlijk na het weekend alweer mee klaar. Daar ben ik van gedachten veranderd. Maar ja, ik heb er echt zin in.
En deze objective is ook totaal niet moeilijk, want je moet dus gewoon met een Italiaan scoren. En dat kan eigenlijk iedereen wel doen. Ook al zit je in divisie 1, kom je tegen iemand met een teringziek team. Als je een heel Italiaans team bouwt en je scoort één doelpuntje, dan ben je er al. Man, rondpasen en zo, en ik snap het wel, dat is gewoon de beste manier om te spelen. En wij hebben daar vaak het geduld niet voor, maar... Ja man, maakt het wel saai. Perisic, op Gullit, op Quagliarella, en dan zijn we er hoor, dan zijn we er. Die counter, dan wippen we hem omhoog, want Perisic komt eraan. Hoppakee, tweede paal, schiet... Dit was een schot, hè? Ik heb Marcos Alonso ook weer in het team. En de vorige keer dat ik hem gebruikte was ik niet heel enthousiast over hem. Ik vond hem nogal stug, nogal heavy on the ball, zeg maar, niet heel flexibel. Maar nu heb ik hem een paar wedstrijden gebruikt weer en ik vind hem steeds beter. Dat is ook niet gek, want hij krijgt elke keer een upgrade, dus hij wordt ook steeds beter. Maar het is wel fijn dat hij ook steeds beter aanvoelt. Het ding is dat we waarschijnlijk geduldiger om moeten gaan met onze kansen en meer posities uitkiezen waarvan het soort van zeker is dat je gaat scoren. Tuurlijk, helemaal logisch. Maar ik heb daar gewoon geen geduld voor, man. Ik wil gewoon een potje FIFA spelen. Ja, lekker kansen creëren. Ik heb liever een potje dat 4-5 wordt in plaats van een potje dat 1-0 wordt. En het klinkt raar, want ja, meer stress en zo. En ik weet dat onrealistisch is als elk potje 4-5 wordt. Maar weet je, het is wel gewoon een voetbalspelletje, hè? Je wil een beetje actie. En het is Division Rivals, dus dat is een mode die serieus is. Die mensen serieus spelen om beter te worden en alles. Maar daar heb ik op dit moment gewoon geen zin in. Ik wil gewoon het team uitproberen en lekker vlammen en lekker veel doelpunten scoren en tot kansen komen. Maar dat kan niet in deze game mode. En dat is ook precies wat er ontbreekt op FIFA. Een game mode die niet single matches is, die niet zo serieus is, waar mensen niet zo serieus spelen. Dat is een beetje met die weekly objectives het geval. Dat vind ik echt lachen. Omhoog wippen. E-sporting is hot. Gullit. Ah, slechte aanname. Ja. Ja. Geen eens schot op doel van binnen de 16. Want de tegenstander staat wel defensief. Dat is ook waarom hij geen schoot heeft. Quagliarella. Bam. Daar is het doelpunt. Quagliarella. Hij speelt veel beter voor mij de afgelopen wedstrijden dan in de Weekend League. Ja. Terwijl ik toen eigenlijk best wel negatief over hem was. Maar nu speelt hij dus in een 4-2-3-1 met hele goede spelers om hem heen. Misschien dat het dan ook makkelijker gaat om jezelf op te tillen naar dat niveau. Ja, het klinkt raar voor een speler die jezelf bestuurt. Maar toch is het ergens wel een soort van logisch, hè? Kloten, ik fok het op. Ik fok het helemaal op. Met mijn tegenstander gelukkig ook. Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Wat doe ik? Penalty. Die klote Croquetta. Klote. En nu scoort hij een gelijkmaker. Wat niet erg is. Ik ga even gewoon in het midden staan. Zo, goed binnengeschoten. Scheidsrechter fluit af. Gelijkspel is prima. We hebben gescoord met Quagliarella. Dus dat is top. Maar het had echt niet gehoeven. We speelden echt heel erg slecht. Uiteindelijk. Heel slecht. Uitgespeeld. Hij had maar 2 schoten. En de ene was een penalty. En die penalty. Die kan je niet nog een keer zien. Maar wat eraan vooraf ging. Had ik gewoon die bal vast moeten houden. Het was nergens voor nodig. We gaan door naar de volgende wedstrijd. Nog 1 doelpuntje en hebben die objective gehaald. De volgende tegenstander is gevonden. Hij heeft geen Italiaanse speler. Dus, of is het een Serie A? Nee, het is echt Italiaanse speler, toch? Ja, die heeft hij niet. Maar wel een goed team. Hij heeft ook die Meunier. Waarom doet iedereen die Meunier? Alright, let's go. 1 doelpunt met... Oké, 1 doelpunt met Quagliarella. Lever die bal gelijk dom in. Dit belooft wat. 1 doelpuntje met Quagliarella en dan is het helemaal prima. En dan zijn we weer klaar met Division Rivals voor deze week. Oeh, Gullit. Ja, Perisic. Maatje. Keeper komt uit. Flying kick. Ja, oké. Nou, dat kan in ieder geval. Dat is goed gekiept van Courtois. Je hebt soms ook dat ze met hun handen aanraken. Dat is frustrerend. Flikker op. Flikker op. Ja, hij biedt zijn excuses uit. Ja, wat is dat nou weer? Ja, goal line, dat is prima. Die bal is er sterk, die is er nog niet eens helemaal overheen. Geweldig, top, fantastisch. Ik denk dat jij nog een Croquetta gaat doen. Kloten. Oké, het enige waar we dit voor doen is dat doelpuntje met Quagliarella. En die was bijna daar al. Maar we hebben wel een gelijkmaker direct. Met een goed getimede kopbal van Perisic. Oké, volgende corner. We koppen hem weg hoor. Ja, ja. We hebben hem. En dan gaat hij er. Hij timed zijn schoten niet eens. Hij timed ze niet eens. What the fuck? Hoe ziek schiet hij? Scheidsrechter fluit af voor rust. We staan sowieso wel terecht achter. Dat sowieso. Maar ja, het wel. Ja, kut. Dat wel. En we moeten nog doelpuntjes scoren met Quagliarella. Dus dat gaat ook niet voorspoedig.
flikker. Het is niet meer leuk. Het is niet meer leuk. Het is niet meer leuk om die krok... Ik kan er niks tegen doen. Dit is dan een vrije trap. Kan Quagliarella die nemen? Jazeker kan die nemen. Gaan we die dan gewoon hier links binnen knallen of niet? Gaat hij zijn keeper bewegen is de vraag. We gaan het gewoon doen. Beweegt hij hem? Op de paal! Hou je muil! Ah, klote, Angelo! Hoppakee, we scoren de 2-4. Fantastisch. Weer met een rebound uit een schot van Quarky. Ja, Quarky! Binnenkant paal, Quagliarella, we worden gek! Oké, de wedstrijd is voorbij. We hebben gelukkig, godzijdank, gescoord met Quagliarella. Waardoor we die challenge niet nog een keer die wedstrijd hoeven te spelen om die challenge te halen. Ik wil vooral eventjes dit doelpunt nog een keer terugzien. Want hoe in godsnaam kan dit erin gaan? Hoe kan dit? Ja, maar hier word je toch gewoon persoonlijk heel naar van. Oké, fantastisch. Hey, jij wordt heel erg bedankt voor het kijken. Wij gaan die laatste futsapkaart claimen. Ondertussen kun jij je scherm even draaien om een blauw duimpje achter te laten. Dat zou ik top vinden. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Morgen rewards. Nou, het zou leuk zijn als we er iets uit kunnen krijgen. Maar we gaan dat allemaal rustig gaan meemaken. Skill rating eraf. Hè, verdomme. Zo hard voor gewerkt. Hey, we zitten in ieder geval in rank 3. Dat gaat niet meer veranderen. Swap deal player. Daar is hij. Ja. Jij wordt heel erg bedankt voor het kijken. En blauw duimpje top zijn. Ik heb het net al gevraagd. Ik check jullie allemaal later. Joejoe.